6, 5, 4, 3. Doe het gewoon, gast. 2, 2, 1, start. Ja, oké, hij doet het. Oh, wat is deze man? Oh, gemakkelijk. What's up, space? Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag het derde deel van de serie Dare or Dare. Waarbij wij op straat gaan om ongemakkelijke opdrachten uit te voeren met mensen die we niet kennen, wat super ongemakkelijk is. Ja. De eerste twee delen waren volgens mij hartstikke goed ontvangen. Ja, vorige keer liep het ook bijna uit de hand. Levi zag ruzie met een man, hij schreeuwde hem op zijn hoofd. En ik vroeg een vrouw om een trio, helaas was het een nee. En ik zocht een clitoris die ik niet kon vinden. Oh, dat was zo heb je hem al gevonden? Ik heb hem wel gevonden. Oké. Nou, ik zeg, maar wachten we nog op, we gaan gewoon beginnen. Mats is de eerste die pijn gaat lijden van binnen. Ah, jongens. Let's go. Mats, ben je er een beetje klaar voor? Oké, ja, tuurlijk. Zijn een beetje op een goede plek. Het ligt aan welke opdracht ik krijg. Nou, we hebben 10 nummers, dus noem maar een nummertje van 1 tot 10. Ah, oh, jongens. Doe maar 7. Nummer 7. Oké, Mats, deze is voor jou. Vraag aan een nietsvermoedende voorbijganger of ze cocaïne verkoopt. En of ze anders weten waar je het kan krijgen. Ah. Oh. Wat kut. Jongens. Moet je kop zien kijken. Mat, vraag het aan de politie, aan de ambulance. Hé, hey, maar hoe zeg je dat in het Engels? Want er zijn zoveel buitenlanders hier. Don't you have it? I want to no, place. No, not like that, Levi. Jawel, dat is Mats in Engels. No. It is like... Hou je mel, Levi. Do you want to try, oh? Dat is het. Ik vraag wel even aan zo'n guy of zo. Ja, vraag het aan een guy als jij je daar prettig bij voelt. Matt, it's your call, man. Do your thing. Mats, kom op actie, we hebben niet zoveel tijd. Vraag aan die man, Kijk, achter je. Met dat gele petje. Achter je. Ja, fietscoach van de dag. Can I ask you something? Oké. Okay. Nou jongens, hij wil dit niet. Hey man. Hi, can I ask you something? Ja. Are you Dutch? No. Oké. Do you sell cocaine? No. Or something? Or do you any sorry, place no, where I can get it? No, I'm a visitor. Sorry, I can't. Oh, so you no, don't know where I can get it? Yeah. Shit. Vraag of hij iemand kan fixen. Sorry, I'm very new to. Do you know people who sell it? No. Oh no. No. Where are you from? I'm from India. Vraag of je het wil kopen. Do you enjoy Amsterdam? Yeah. Okay, nice. Vraag of je het wil kopen. Have a nice day. Thank you. Vraag of je het wil kopen. Nee, hij is toch met zijn kinderen. Dat kun je niet maken. Hij had kinderen. Ik loop even weg. Ja. Doe maar even nog een keer zo aan je neus zitten, alsof je al gesnoven hebt. En haal hem maar even door zo. Komt hij aan. One and only Matt Vandegraaff. Ik heb net een hele ongemakkelijke opdracht uitgevoerd. Vandaag is het zover. Jij mag een nummer gaan kiezen tussen de 1 en de 10. Maar nummer 7 is al gone. Kies 11. 11? Ja, grapje. Ja. Oké, je mag weer terugkomen. Nummer 2. Koop een hotdog. En hij heeft hem ook nog. Doe er extreem veel saus op. Vreet het broodje op alsof je leven ervan afhangt. En vraag een nietsvermoedende voorbijganger om een zakdoekje. Laat die mensen schrikken door een onverwachte schreeuw te geven. Waar heeft dat geschreeuwd? Wat heb jij een kut opdracht. Levi, leef je uit. Hoi, mag ik een broodje hotdog? Hij staat er. Oh nee. Maar hij moet er wel veel saus op doen. Levi, ga ervoor met die saus, man. Ja, veel saus. Echt veel saus. Overdreven, veel saus. Moet ik extra betalen voor de toppings of nee? Nee. Ik hou namelijk wel van veel saus. Als je zo'n moker wil, doe het vragen. Misschien wel. Ja, dankjewel. Hey, kan je het er zelf op doen? Ja, toch? Ja. Ik vind het niet onzinnig voor die man. Oh, hij doet er echt heel erg veel dat je even goed in. Hij doet er van elke saus. Oh nee, elke saus. Hij gaat ervoor. Ah. Kom maar, naar binnen weg. Naar binnen weg. Tempo. Maar, je leven hangt er vanaf. Dit is smerig. Die duiven gaan er gelijk naartoe. Je leven hangt er vanaf, Levi. Je leven hangt er vanaf. Levi, van. Levi, kan beter nu meteen even een persoon aanspreken. Niet je lippen afvegen, Nee. Dat moet met de tissue dadelijk. Eet hem op. Ik heb gewoon een tissue bij me, hoor. Zorg dat er gore restjes achter. Ja, maar je moet het aan een persoon vragen. Flikker die tissue weg. Sneller eten. Je leven hangt er nog niet vanaf, hoor. Hé, Levi, wil je wel even een review geven? Hoe de kwaliteit van de hotdog zien? Warm. Het ding is, ik heb ook helemaal geen honger. Warm dit ding is. Gooi je doekje in de prullenbak. Ja. Hou je wel van een hete borst? Je moet de opdracht uitvoeren, pik. Nee, niet het doekje. Levi, lief dat doekje weg.
Nee! Doe het weg, Levi, nee! Doe, het doekje moet weg! Nee! Levi, loop naar een persoon, nu! Ik kom het doekje nu halen, het doekje moet weg! Ik kom het doekje Oké, Danny gaat het doekje halen! Hebben jullie misschien een tissue voor mij? Een schone? Hé, hey, mijn doekje terug. En nu is hij genaaid. Hebben jullie misschien een tissue? Een tissue? Oh. Niemand weet wat een tissue is, jongens. Ja. Oh, dat ben ik echt gewoon mooi muizen gewoon. Mm. Oh, kijk, ik heb saus op mijn vinger. Do you've got a tissue? A paper? Oh, sorry. Ik sta echt mijn lul, jongen. Wie heeft er tissue bij zich? Magere Hein, veeg het aan hem af. Mm. Nee, Levi. Do you have a tissue? A paper? Hier, man. Een bike hier. Een bike. Ja, dat telt niet, hè? Do you want some? No, man. Oh, alright. Oh, hij gaat duiven. Oh, hij snapte niet helemaal wat ik bedoelde, denk ik. Jullie, do you have maybe a tissue? Een paper? No? Oh, ja, ze heeft er een. Oh my god, ja. Yeah. Laat hem schrikken, laat hem schrikken. Oh, thank you. Ga op je knieën, ga alsjeblieft op je knieën. Ga op je knieën. Oh, dit is een babydoekje, dit is koude hoor. Thomas, ben je ready? Hij is ready, ja, hij staat mooi te zwaaien. Sowieso. Even kijken, Thomas. We hebben nummer 1 tot en met 10 en er zijn een aantal al weg. Ja, dan ga ik voor nummer 4. Vraag een voorbijganger om je vol in je gezicht te slaan. Als hij of zij dat gedaan heeft, zeg je dat je aangifte gaat doen en dat je alles gefilmd hebt. I don't fucking care. Hé, hey, ik ben gek hoe je weet. Hé, hey, zijn jullie in Nederlands? Nederlands? Engels? Ja. Oh, so I feel really tired. And it's super weird, but it always helps if somebody really slaps me really hard in the face. Can some of you slap me like in the face? Like really hard. Please. Like I cheated on you. Please, like please. So sad. Now I stay tired for all the time. Nobody wants to slap me today. Ja, hallo. Zijn jullie Nederlands? Ja. Oké, ik heb een raar probleem. Zeg maar, ik ben super moe. En ik wil wakker worden. Zoek iemand die mij even keihard in mijn gezicht wil slaan. Gewoon zo'n slap. Dus als je dat altijd al hebt willen doen, dan moet je het nu doen. Ja? Harder. Kom maar harder. Kom maar harder. Ik ga niet harder. Ik ga de politie bellen. Nee, maar ik meen het. Ik kan echt niet dit. Wee wee. Oké, we zitten hier dan, hè? Danny, ben je klaar? Ja, we staan hier. Ben je klaar voor je opdracht? Ja, klaar, hè, klaar, wat is klaar? We hebben 10 opdrachten waarvan nummer 2 en nummer 7 al gekozen zijn. Nummer 2 en nummer 7. Wat voor jou inhoudt dat je dus een getal moet kiezen onder de 10, behalve 2 en 7? Onder de 10. Ja. Shit. Ja, vertel het me. Ja, vertel het me. Ik doe nummer 9 vandaag. Oké, Danny, jij zegt nummer 9. Ja, ik zeg nummer 9, man. Nummer 9 blokkeert 10 mensen die lopen. En er staat blokkeer, maar voor hoe lang en wat? Ja, ik denk gewoon een beetje irritant mensen gaan blokkeren. Ja, maar wel echt dat je er even voor gaat staan en dat je eigenlijk gewoon even denkt van... Gast, dief op. Oh, dat is wel echt awkward als ik het lang maak. Okay. 10 mensen, dat zijn er ook pittig wat, man. Ik heb nu al een tactiek. Ja. Ik ga gewoon een aantal keren hierop en neerlopen. Dan ga ik het gewoon... En als je slim bent, dan pak je gewoon, het gewoon een doen. Meisje. Ja, je moet eigenlijk met je gezicht naar hun toe staan, dat is nogal gemakkelijk. Oké, ik ga lekker een paar keer om neer lopen, jongens. Het is zo ongemakkelijk. 10 mensen, Danny, je hebt er nog geen één. Ja, ik ga het doen. Pak deze grote baby. Oh. Oh, wat fuck, dat was geen akker. Dat was er geen eens één. Ja, maar het was super, het is super raar. Blokkeren, dus we moeten echt wel een seconde stilstaan. Nee, je moet hier nog verder weglopen, want wij zien je niet meer. Misschien rond je. Oké. Wat kut, man. Want als ik iemand heel lang blokkeer, dan is het net alsof ik het niet zie. Oh, ja. Kut, man. Oh, dat gaat gewoon niet. Ik moest een hotdog eten met 6 liter saus. Je moet gewoon iemand aflopen en dan ervoor gaan staan. En als zij dan rechts om je heen willen bewegen, stap je ook naar rechts. En als ze dan links stappen, stap je ook naar links. Dat doe je gewoon 5 keer. Ja, maar dat is best wel lastig, omdat mensen al anticiperen. Die gaan al zo naar de zijkant. Ja, Danny, kom op. Danny. Je moet op 10, jongen. Ik moet op 10. Dat is koude veel. Ja, ik heb er wel eentje. Kom op. Je ene stond niet eens stil, ze liep gewoon langs je. Oh. Danny, doe het. Het zit te doen. Als ik naar iemand loop, dan iemand gaat al gewoon zo naar buiten. Danny, kom op. Danny, je kunt het. Oké, zal ik er een beetje speels maken dan? Ja, nee, we gaan gewoon voorstaan. Ga ze de hele tijd fucken, alsof je echt zo'n irritant heikneutertje bent. En je moet gewoon dezelfde manier uitwijken hoe jij uitwijkt, zeg maar. Ja, oké, ik ga.
Ik moet iemand tegenkomen. Jongens. Nee, loop gewoon nu naar achter. Er lopen mensen achter. Je moet ze gewoon tegemoet lopen. De dus is leuk. Is loopt een man. Prima, Tess. Ga voor ons. Je durft het niet, hè? Je moet wel meestappen. Je moet mee zijn kant uitstappen. Zal ik hem kijken? Voor die man. Links. Links voor die vrouw, voor die vrouw. Oh. Nee, dat telde niet. Nee. Je moet meebewegen. Je moet echt stil gaan staan. Jongens, dat gaat toch niet? Ja, Danny, je moet het nu doen. Je moet doorgaan. Je moet wel dichterbij, Pik. Ja, hier, dan deed ik het toch? Hier. En dan? Dan? Hier. Dat is niet mijn kamer, hè? Ja, jongens, kijk. En net voor mijn neus stil gaan staan. Oh, daar. Ja, zij keek echt van, wat de fuck dat doe jij? Dat vond ik wel goed. Die was leuk, goeie, dat was nummer 1, die telde. Nee, niet nummer 1. Ga voor die... Kom nu een jongen aan met een bordeauxroze shirt, ga voor hem staan. Echt, staan. Je houdt je heel het last minute in. Wees heel geconcentreerd op je telefoon. Nee, niet doe het, je moet er echt nog 5 of zo. Je hebt het zelf bedacht. Ja, maar moet ik dan echt zo? Ja, dat inderdaad. Ja. Dat moet je doen. Zou ik met een kind doen? Nee. Oh, maar niemand kijkt blij. Iedereen kijkt alsof ze me willen elk moment neer willen hoeken. Snap ik. Nou jongens, de strafopdracht. Danny heeft zijn opdracht niet uitgevoerd. Dus nu mogen we iets nieuws voor hem verzinnen. Oké, ga midden op de straat zitten. Op je knieën. En doe alsof je 25 seconden een gebed aan het doen bent. Hey, succes. Oh, deze man heeft echt een veel te korte broek. Ik doe een stopwatch op het moment dat je zit. 25 seconden. 10. Het is wel Ramadan, 9, dus mensen zullen het niet zo gek 8, vinden. Er wordt veel gebeden 7, nu. 6, 5, 4, 3. Doe het gewoon, gast. 2, 2, 1, start. Ja, oké, hij doet het. Oh, wat is deze man? Oh, wat gemakkelijk. Hoor je echt zo niet bij? Oh, zit op 7 seconden. Oh, dit is pijnlijk als fuck. Oh. Ik wil gewoon niet kijken, ik voel het voor je billen aan het weet je. Oh, dit zijn de langste 25 seconden uit jouw leven, vriend. 21. Mensen, kijk ook echt, wat ben je aan het doen? Kijk dan. Ja? Stop. Ja? Ah! Eindelijk. Fuck jullie. Ik zweer het. Dat is echt te ongemakkelijk gewoon. Danny. Sorry. Nou guys, dat was hem weer. We hebben weer Thomas heeft echt alles behalve een harde gedaan. Klap ontvangen. Ja, ik heb echt zo vaak mensen gevraagd om mijn hart te slaan en ze wilden gewoon niet. Maar hoe deed je dat nou? Ook ga de politie bellen. Wieuw. Gewoon ten lief hier. Leuke video. Vergeet dan niet de... En abonneer op het kanaal voor meer van dit soort video's. Ik check je later. Oh, en laat in de comments achter welke opdrachten wij de volgende keer uit moeten voeren voor deel 4. Let's go.